Vandaag wil ik wat gaan vertellen over de begrippen verval en verhang. En deze begrippen die hebben alles te maken met de loop van een rivier. Om dit uit te leggen, begin ik met verval en maak ik gebruik van een lengteprofiel. Je ziet hier een 3D-foto van het stroomgebied van een rivier, waarbij de bron in de bergen te vinden is en de monding. Het gebied is waar je hier de delta ziet, waar de rivier dus de zee instroomt. Hieronder een lengteprofiel. En wat komt overeen met elkaar? Je ziet hier de bron, je ziet de monding. En hier zie je de bron en daar zie je de monding. En daartussen heb ik een horizontale rode lijn en een verticale rode lijn getekend die je hier ook terug ziet komen. Die lijnen corresponderen dus. En die geven hetzelfde gebied aan. Wat is nou verval? Heel simpel. Verval is heel simpelweg het hoogteverschil tussen twee plaatsen in het stroomgebied van een rivier of beek, uitgedrukt in meters. Meestal, en je zou het eventueel ook in kilometers kunnen doen. Bijvoorbeeld in mijn voorbeeldje, als je kijkt naar het verval tussen twee punten, tussen de bron en de monding, dan is het hoogteverschil tussen de bron en de monding heel simpel 3500 meter. De bron ligt op 3500 meter hoogte en de monding op 0 meter. Je zou kunnen zeggen, verval tussen bron en monding bedraagt 3,5 kilometer. Maar goed, het wordt meestal in meter uitgedrukt. Je kunt dit ook doen tussen twee, in dit voorbeeld, willekeurig gekozen plaatsen. Tussen plaats A en B. Plaats A bevindt zich op een hoogte van 2500 meter en plaats B op 900 meter. Het verval tussen A en B is dan 1600 meter. Dus wat is verval? Heel simpel, het hoogteverschil tussen twee plaatsen, twee plekken langs de stroom van een rivier of beek. Heb je genoeg informatie als je weet wat het verval is? Is dan de vraag. Nou, stel je voor, als jij weet dat het verval 1600 meter is, maar je hebt voor de rest geen lengteprofiel, je hebt geen plaatje, je hebt totaal geen notie van hoe dat eruit ziet. Geen idee van hoe dat hoogteverschil er in het echt uitziet. Ja, dan kan het maar zo zijn dat die 1600 meter bij een waterval op een heel klein gebied in één keer plaatsvindt, in één keer afloopt. Dan heb je op een heel klein gebied enorm hoogteverschil. Maar het kan ook zijn dat die 1600 meter, dat verval, dat heel geleidelijk aan afloopt. Nou goed, als je alleen gegevens over het verval hebt, kun je daar niet zoveel mee. Dus wat heb je eigenlijk nog nodig om iets te kunnen zeggen over de mate waarop het verval afneemt of toeneemt? Nou, je moet weten hoe lang het traject is tussen plaats A en B in mijn voorbeeld. Dus hoeveel kilometer zit er nou tussen plaats A en B? Zijn dat veel kilometers? Dan zal die 1600 meter waarschijnlijk heel geleidelijk aan aflopen. En misschien dat je het geen eens merkt als je daar overheen zou lopen. Zou plaats A, is er maar 1 kilometer tussen plaats A en B, dan zal het waarschijnlijk vrij steil gebied zijn, waar die rivier heel snel hoogte verliest. Dus om iets te kunnen zeggen over de mate van steilheid, om het maar even in die woorden uit te drukken, heb je nog een ander begrip nodig. En daar komt verhang om de hoek kijken. Wat is verhang? Dat is heel simpel, het verval in meter per kilometer. Dat kan ik ook anders, een beetje meer in je Janneke taal zeggen. Verhang is niks anders dan het hoogteverschil tussen twee punten in meters. Nou, ik hoop dat je hier het begrip verval dus ook in herkent. Waarbij je dus ook gaat kijken over welke lengte dit hoogste verschil af zal nemen. Nou, laat ik nog eens even een voorbeeldje geven. Nou, met de bron en monding. De verval was 3500 meter, het hoogteverschil tussen de bron en de monding. Hoeveel lengte zit er nou tussen de bron en de monding? Maar stel dat ik dat nou voor het voorbeeldje eventjes op 500 kilometer stel. Dus het is, om van bron naar monding te komen, moet je 500 kilometer afleggen. Wat is dan het verhang? Nou, dat kun je uitrekenen. Verval van bron tot en met monding is ongeveer 3500 meter. De lengte is 500 kilometer. Dus die 3500 meter hoogteverschil doet er 500 kilometer over om uiteindelijk van 3500 meter af te dalen naar 0 meter. Wat is dan het verhang? 1 meter per kilometer. Heel simpel.
Dan deel je het verval, 3500 meter, door de afstand. In dit geval 500 kilometer. Doe je dat, dan komt er 7 meter uit. Wat stelt die 7 meter nou voor? Heel simpel, het verhang is 7 meter per kilometer. En dat kun je anders in je Bianneke-taal zeggen. Je kunt dus zeggen dat per kilometer de hoogte dit riviergebied zal afdalen met ongeveer 7 meter. Dus afdalen ongeveer 7 meter per kilometer die je voorbij gaat. Sommige mensen die raken helemaal in de war en denken, 7 meter per kilometer, dan moet ik toch die meters nog om gaan zetten in kilometers of wat dan ook. Nee, 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 helemaal niet doen. Het gaat hier om dat je ziet, als je stel je voor je gaat een wandeling maken vanaf de bron van de rivier naar de monding toe. Dan heb je een stevige wandeling voor de boeg van 500 kilometer. En dan zal, naarmate jij gaat afdalen, de hoogte gemiddeld met 7 meter afnemen, naarmate jij een kilometer verder komt. Elke kilometer die jij verder afdaalt, zal de hoogte gemiddeld genomen 7 meter dalen. Dat is de informatie die het verhang je geeft. Nou, als je dat doet over een heel groot gebied, dan krijg je een ander getal dan dat je een klein stukje uit de loop van de rivier gaat vergelijken. Wat bedoel ik daarmee? Kijk maar mee. Stel je voor dat we plaats A en B er weer even bij pakken. Het verval daartussen was 1600 meter. Maar stel je nou voor dat je ook gaat kijken hoeveel kilometer er tussen plaats A en B zit. Wat je nodig hebt om het verhang uit te kunnen rekenen. Nou, laten we dat nou eens op 125 kilometer stellen. Dan gaan we hetzelfde weer doen. Je weet het hoogteverschil tussen deze twee punten. Dat is 1600 meter. En je weet nu ook hoeveel kilometer er tussen plaats A en B ligt. Dat is heel simpel. 1600 meter deel je door die 125 kilometer. Dan is het verhang 12,8 meter gemiddeld. Dus als jij vanaf plaats A naar plaats B gaat wandelen, moet je 125 kilometer wandelen in mijn voorbeeld, dan zal elke kilometer die jij voorbij gaat, de hoogte gemiddeld 12,8 meter afnemen. Dat is wel ietsjes steiler vergeleken met een gemiddelde tussen bron en monding. Nou, wat zegt dit nou? Als jij dus bij het verhang hele grote getallen hebt, stel je voor dat je 150 meter per kilometer hebt, nou, dan kun je je al voorstellen dat dat waarschijnlijk een redelijk steile afdaling is vergeleken met 12,8 meter daling per kilometer. Het verhang geeft je dus een idee hoe snel het stroomgebied van een rivier in hoogte afneemt per kilometer. Nou, is het verhang heel erg groot, dan daal je per kilometer dus snel. Nou, wat zal dat doen met de snelheid van het stromende water? Bij een hoog verhang zul je hoogstwaarschijnlijk ook een grotere stroomsnelheid hebben. Het water knalt daar harder naar beneden toe. Heb je een klein verhang, dan zal het water waarschijnlijk ook minder snel stromen. Dus in Nederland, waar we over het algemeen een veel kleiner verhang hebben vergeleken met bergzame gebieden, in Nederland hebben wij een relatief klein verhang. De hoogte per kilometer dan op sommige plekken maar een paar centimeter. Dus het water zal hier ook niet zo snel stromen. Dat zijn dingen die moet je doorhebben. Nou, even heel krom gezegd. Verhang geeft aan hoe steil de rivier naar beneden stroomt. Hoe groter het verhang, hoe steiler, des te sneller de stroomsnelheid. Andersom geredeneerd natuurlijk. Hoe kleiner het verhang, hoe minder steil, des te langzamer de stroomsnelheid. Nou, weet je dat? Dan weet je ook dat er in gebieden waar een minder snelle stroomsnelheid is, waarschijnlijk meer sedimentatie van kleine verweringsmateriaal zal zijn. Maar goed, dat heb ik in een andere video al uitgelegd. Tot zover.